Het RTLZ Beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Welkom, je kijkt naar het RTLZ Beursspel. Het programma waarin je leert beleggen en kans maakt op mooie prijzen. Er doen al 9000 mensen mee, maar meedoen kan nog steeds. Meld je even aan op rtlzbeurspel.nl. Dan start je met een bedrag van 100.000 euro aan fictief geld en dat beleg je zo goed mogelijk. En wie weet win jij daarmee wel die hoofdprijs, een dag leven als miljonair. In deze uitzending bespreekt beurscommentator Dirk Veenstra straks een mooie beleggingsklassieker. En in Beleggen voor Beginners hoor je of je rijk moet zijn om te starten met beleggen. We beginnen met het nieuws van de dag met Jim Theopoering van ProBeleggen. Dat is je oude bedrijf, één vermogensbeheer. Ja, ben je nog wel aangesloten. Ik schrijf nog stukjes. Ja, nou leuk dat je er weer bent. Jim, waar wil je het over hebben? Nou, ik denk dat we heel mooi Nederlands nieuws hebben deze week, waar we niet omheen kunnen. Iedereen kent het bedrijf, bol.com. Ik denk dat bijna iedereen in Nederland er ook wel eens bestelt. Dat is onderdeel van Ahold Delhaize, zeg maar even Albert Heijn voor de Nederlanders. En dat gaat naar de beurs. Dus dat, tenminste, ze zeggen nu, we kijken naar de mogelijkheden om het naar de beurs te brengen volgend jaar. En hebben we dus een nieuw beursgenoteerd bedrijf, bol.com. Ja, en is dat nou een goede zet? Is dat interessant? Nou, voor beleggers is het interessant. Want eerst was het onderdeel van Ahold Delhaize, dat blijft het ook. Maar er was nooit helemaal duidelijk, wat wordt er nou verdiend? Wat zijn nou de omzetten? Nou, wat blijkt, de omzet is meer dan 5 miljard. Op het moment dat het apart genoteerd wordt, dan komt veel meer de waarde van bol.com naar boven. En dat is weer gunstig voor aandeelhouders van Ahold Delhaize. Ja, want ik vroeg me toch nog heel even af. Ik keek naar die omzet die ze voor dit jaar verwachten, 5,5 miljard zelfs voor alleen bol.com. Klopt. Kan je daar dan gewoon een heel makkelijk rekensommetje op afvuren om te berekenen wat het uiteindelijk op de beurs moet gaan opbrengen? Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig, want als je naar Ahold zelf kijkt, de omzet is 75 miljard. Maar met hele dunne marges en beperkte groei. Bol.com, dat gaat heel hard, of dat groeit al jarenlang hard. En dat, de verwachting is dat ze nog gaan verdubbelen tot 2025. Dus ja, dan mag dat ook wel wat meer kosten dan een aandeeltje Ahold Delhaize. Dan kun je kijken naar sectorgenoten of een Coolblue die recentelijk naar de beurs gingen. Maar dat is uiteindelijk afgeblazen. Dan kun je toch van uitgaan dat het misschien wel 7, 8 miljard waard is op de beurs straks. Nou, we gaan het zien. Tweede helft van het komend jaar. Goed, dan gaan we even kijken naar de top 5. De top 5 van het beursspel natuurlijk. Op 1 staat nu een samurai met 142.000 euro. Oftewel een rendement van 42%. Vorige week nog 130 was een koploper. Dus dat gaat lekker zo'n 12% erbij in een week. Ja, absoluut. En samurai kwam ook van wat lager. Ze heeft het mooi gedaan. Wat je ook ziet, die hele top 5 is gewisseld, maar ligt ook heel dicht bij elkaar. Dus het is echt dringen aan de top met nog een paar weken te gaan. En je ziet dus ook, als je nu net begint, dan maak je echt wel kans om bovenaan te komen. Ja. Kleine tip daarbij, afgaande op wat Samurai en Fido hebben gedaan. Die hebben heel veel sprinters, long en short, dus gericht op stijgen en dalen, opgenomen in portefeuille, allemaal op gas. En de gasprijs, die is heel bewegelijk. Heb je nog nooit belegd en wil je wel beginnen? Dan helpen wij je op weg met beleggen voor beginners. In 8 simpele lessen leer je alles wat je wilt weten op de beurs, over beleggen op de beurs. En vandaag zie je les 4. Moet je rijk zijn om te beleggen? Wil je starten met beleggen, maar heb je niet veel geld? Denk je dat je moet wachten tot je zwemt in het geld? Dat is echt niet nodig. Beleggen met kleinere bedragen kan je heel wat opleveren. Maar er zijn wel een paar zaken waar je op moet letten. Om te beleggen hoef je niet rijk te zijn. Je kunt er wel rijk mee worden, helemaal als je vroeg begint. Bij beleggen werkt de tijd namelijk enorm in je voordeel. Als je nu een euro plant en je hebt 30 jaar de tijd, dan heeft je muntje 30 jaar de tijd om uit te groeien tot een forse geldboom. Dat komt door het rente-op-rente-effect. Stel, je belegt 1 keer 100 euro en je haalt ieder jaar 7% rendement. In het eerste jaar groeit je 100 euro dan naar 107 euro. Dat is misschien nog niet zoveel, een klein geldsprietje. Maar dat groeien gaat steeds sneller. Na 20 jaar groeit je geldboom met 25 euro in een jaar. En na 30 jaar komt er in 1 jaar 50 euro bij en heb je een uit de kluiten gewassen woudreus van 761 euro.
Voor die 661 euro winst heb jij dan 30 jaar lang niet veel hoeven doen. Maar dan moet je wel nu het geldzaadje planten. Als je iedere maand een vast bedrag gaat beleggen, dan zal je geldboom nog beter groeien. Lukt het jou niet om aan het einde van de maand geld apart te zetten? Probeer het dan eens met het pay yourself first principe. Je zet eerst geld apart voor jezelf en betaalt daarna pas je andere rekeningen. Gek genoeg kom je daarna vaak wel uit met je geld. Wil je met 50 euro per maand of minder beleggen, dan is het nog belangrijker dan anders om op de kosten te letten. Denk aan de kosten voor je beleggingsrekening, het kopen van een belegging, dat heet transactiekosten, en de kosten in het beleggingsproduct zelf. Als van iedere euro die jij wilt beleggen al de helft opgaat aan dat soort kosten, dan word je bij iedere belegging armer in plaats van rijker. Er zijn beleggingsrekeningen waar je geen abonnements- of servicekosten hoeft te betalen en geen of weinig transactiekosten. Lage kosten is als kunstmest voor je geldboom. Om te beleggen hoef je dus niet rijk te zijn, maar je moet wel op de kleintjes letten. En vanaf Beursplein komt beurscommentator Dirk Veenstra wekelijks met een echte beleggingsklassieker. Hallo Dirk. Hi. Deze week heb je een hele belangrijke. Er wordt vaak gezegd, Janneke, this time is different. Dit keer is alles anders. Maar dat is het eigenlijk nooit. Goh, want ik hoor toch steeds dat we in hele bijzondere tijden leven. Dus dat moet je even uitleggen. Ja, bijzondere tijden wel degelijk. Want laten we eerlijk zijn, we hebben net een pandemie achter de rug. En de economieën zijn nu alweer groter geworden dan voor de pandemie. Dus de economieën gaan heel goed. Inflatie loopt hard op. We hebben ook met hele hoge standen gezien die we in tientallen jaren niet gezien hebben. En toch bijvoorbeeld de rente is altijd nog op 0%. Dat kan niet goed gaan, zou je zeggen. Kijk eens even mee, want de inflatie loopt op. De eurozone valt er nog wel mee. Hier hebben we een gemiddelde inflatie van zo'n 4,1%. Maar de ECB let op de, wat we noemen, de kerninflatie. Dat is hun favoriete inflatiemeter. Die is nog steeds 2%. Precies in de prik, want dat is ongeveer wat de ECB zegt na te willen streven. Maar de VS is een ander verhaal. Kijk eens mee, want daar is de inflatie 6%. Maar de kerninflatie is ook al 3,6%. Ver boven dus de doelstelling van de Amerikaanse Centrale Bank. Niet voor niks is die al begonnen met het stoppen met het opkoopprogramma. En ja, dreigt eigenlijk misschien volgend jaar al de rente te gaan verhogen. Dat is toch even een verhaal dat een einde gaat maken aan de aanhoudende daling van de rentes die we hebben gezien de afgelopen 40 jaar. Want kijk eens mee, de afgelopen 40 jaar is de lange rente alleen maar omlaag gegaan. Maar pas op, die kan dus ook wel weer eens gaan stijgen. En als je helemaal aan de rechterkant van deze grafiek kijkt, dan zie je dat het de daling in ieder geval al niet meer doorzet. Maar wat als die gaat stijgen? Ja, goed, dus dat is een reële mogelijkheid natuurlijk, dat die rente weer gaat stijgen. Als dat gebeurt, wat betekent dat dan voor mensen die beleggen? Nou, dat heeft wel consequenties hoor, want bepaalde aandelen kunnen daar minder goed tegen een hogere rente bijvoorbeeld. Technologieaandelen hebben erg geprofiteerd van die lage rentes. Ja, als die rente gaat stijgen, dan worden misschien andere aandelenklassen weer belangrijk. Obligatie bijvoorbeeld. Obligaties is een probleem, want als de rente gaat stijgen, worden obligaties snel minder waard. Dus het kan een hele grote gevolg hebben voor je portefeuille. Maar sowieso, als je met geleend geld wat doet, bijvoorbeeld een huis of in aandelen belegt of wat ook maar, dat kan grote gevolgen hebben. Neem dus niet te veel risico's. Ja, in het beursspel mag dat wel, maar buiten het beursspel om zou ik het even niet doen, want this time is different. Ja, tuurlijk, een crisis kan uit een andere hoek komen. Dat gebeurt vaak. Dat hebben bijvoorbeeld ook economen als Reinhardt en Rogoff eerder aangetoond. Mm-hmm. Maar de menselijke natuur die zoekt naar risico, die dat niet wil zien en die gewoon wil profiteren van zolang het goed blijft gaan, zolang de muziek speelt, wordt er gedanst. Dat kan wel eens verkeerd aflopen. Niet voor niks zijn die woorden, this time is different, de gevaarlijkste woorden als het om geld gaat. Nou, we zijn gewaarschuwd. Dirk, dank je wel. Tim, jij hebt recent een nieuw kantoorpand gekocht, hè? Meteen maar weer kopen? Nee, zeker niet. Kijk, het verschil is natuurlijk hier ook wel, als je een huis koopt om in te wonen of een kantoorpand om je bedrijf in te vestigen, dan doe je dat omdat je dat nodig hebt, niet zozeer als een belegging. Dan moet je natuurlijk wel overwegen of het een verstandige investering is. En ik denk daarbij dat ook geldt, of het nou een woonhuis is, of een kantoorpand of een belegging, als je maar een groot deel ook echt zelf financiert en niet te veel leent, ja, dat je dan altijd wel veiliger zit. Want ja, de kans dat je dan echt onder water komt te staan, die is een stuk kleiner. Maar ja, of de top van de markt is, maakt mij niet zoveel uit, want over 10 jaar zit ik er nog. Ja, oké, okay. Jij kijkt naar de lange termijn. Ja. En als je nou die waarschuwing hoort eigenlijk van Dirk, hè, van denk eraan, die rente kan ook best nog eens gaan oplopen. Hoe denk jij erover? Gaat dat binnenkort gebeuren? Ja, ik ben het wel eens met Dirk. De inflatie is te hoog en centrale banken moeten iets doen om te voorkomen dat we straks alle prijzen de lucht in zien schieten en de situatie onhoudbaar wordt. Goed, we houden het in de gaten. Dank je wel, Jim.
Meedoen met het RTLZ Beursspel, dat kan via rtlzbeursspel.nl. En morgen dan zijn wij er weer met een geheel nieuwe uitzending. Heel graag tot morgen.